Welkom bij Pizza & Shine Deluxe 3D Mario. Lalalala. Zo, hebben je Shine weer kunnen pakken? Plop! Welkom bij nieuwe Mario Sunshine. Om de game uit te spelen moet je 50 sterren, waarvan de eerste 7 van elk level. En hier zie je dan dat we er nog 5 moeten op Noki Beach, nog 3 op Sirena Beach en nog 2 in Pinna Park. Dus laten we eerst eens even naar Noki Bay gaan. We zijn er beide, jongens. Ik ben super hyped om deze game uit te spelen. Doe een blauw duimpje omhoog als je ook wil dat ik deze game uitspeel. En laat even een reactie achter. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan wij snel verder met Noki Bay. En deze man zegt... Ik heb een idee. Ik heb echt een goed idee. Het antwoord op de vervuilde oceaan, dat is... Oh, dat ben ik. Mario. We moeten naar de ocean floor, naar de bodem van de oceaan. We krijgen iets van hem. Oh, snap. Oké. We moeten dit gebruiken en we moeten de rode muntjes gaan pakken. En als we geen lucht meer hebben, dan moeten we een normaal muntje pakken en dan krijgen we lucht. En we zijn blijkbaar in deze grote barrel gekropen en dan moeten we hier naar beneden om muntjes te gaan zoeken. Nou, lekker. Oké, Mario. Hier is er één. Zag ik er nou nog één hierboven? Oh, wacht. Met deze knop kunnen we naar boven. Oh, kijk. We kunnen onszelf soort van lanceren. Oh, dat is lachen. Kijk. Hoppakee. Nummertje 2 in de pocket. En waar is nummertje 3? Oh, grote vis. Pas op, grote vis. Pas op, Mario. Hier is nummertje 3. Oh, nee. Nee, pas op voor grote vis. Oké, ga maar eerst even deze pakken dan hier zo. Dan pakken we straks die andere wel. Ja, ik had die knop niet los moeten laten. Dan had ik echt de perfecte... de perfecte weg gehad, denk ik. Hier is in ieder geval makkelijk om te pakken. Gaan we weer deze pakken, ja? Ja, go, go, go. Oh, nee, ik ben net te laag. Ga naar achter, Pak hem, Oké, dit is nog moeilijker dan je denkt. Serieus. Het lijkt makkelijk, maar ik pak gewoon een normaal muntje. Kan ik helemaal hier naar boven anders weer, naar die andere? Nee? Nee? Dat gaan we niet doen, hè? Oké, we gaan die pakken. Ja, we gaan bovenop deze landen. Nice, nice. Ja, ja hoor, nummer 4. Oké, top. Gaan we door naar deze, nummer 5, hopelijk. Ja, nummer 5 hebben we ook. Nummer 6 ligt daar op de bodem. Ja, toppie. Dan kunnen we in één keer hier naar boven. Nee, we kunnen niet naar boven. Hier is er nog één. Deze is moeilijk te pakken. Draai je om. Draai je om, Mario. Draai je om. Ik zie hem niet, jongen. Waar is dat scheidmuntje? Daar. Pak hem. Je gaat goed. Oh, je had hem bijna, Mario. Je had hem echt heel bijna. Maar we kunnen dit wel. Sowieso kunnen wij dit. Juist, nummer 7. En nummer 8 is daar beneden. Easy, die ligt daar gewoon daartussenin. Zie je hem? Oh, we gaan goed. We gaan heel goed. Hoppakee. Lekker, man. We gaan deze zeebodem even verschonen. Net een luier. We verschonen die zee gewoon net als een luier. Ja, waarom niet? Hè? In ieder geval, Shijntje. Hoppakee. Nog 9 te gaan, jongens. We gaan aftellen. Hoppakee. En nog een keer naar Noki Bay. De Ili Mons... Tandarts? Moeten we voor tandarts gaan spelen? Oh nee, oh, we moeten weer de oceaan in. En daar zit denk ik een hele grote aal dan of zo. Nee. Deze kleine dude zegt... Oh Mario, je gaat eindelijk naar de bodem van de oceaan. Opa wacht je daar bovenop. En vergeet niet om dit te dragen. Je kan dit touw gebruiken om grandpa, om opa te bereiken. Oh, denk dat jullie even een shortcut maken. Hadden jullie dat niet even eerder kunnen doen? Jij stond toch altijd al boven? Nou goed, laat me niet te veel klagen. Mario, kom maar. Loop maar. Toppie. Met je mooie onderzeeërs astronautenpak. Moeten we hier naar boven? En hier naar boven, denk ik. Dan moeten we waarschijnlijk hier naar links. En door. En door. Waar is opa? Hoe kan die opa zo hoog klimmen? Ik dacht dat die opa niks kon, jongen. Hij staat gewoon hier boven te chillen, die oude gek. Oh, weer die walljump hier, hè. Kijk hem daar boven helemaal chillen, daar in de verte. Daar staat hij gewoon, hoor, die gek. Oké, opa, wat heb je mij te vertellen, oude vriend? Yo, man, what up? Je ziet eruit alsof jij klaar bent. De troep in de oceaan wordt veroorzaakt door een gigantische aal. Hij zegt, let's take a look. Dus oftewel, moet ik hier vanaf springen? Hey, gaan we hier really vanaf springen? Hey? Oké. Nou, laten we gaan. Omdat die opa het zegt, hè. Oh, ik wil hierin. Dit is veel toffer. Oh, snap. Dit is een behoorlijke underground domein, jongens. Oké, laten we... Oh, kijk daar beneden. Kijk ze bakkes. Kan ik sneller zakken? Ik wil sneller zakken. Dit kost tijd en dit kost me zuurstof. Pak zuurstof, Mario. Pak een muntje. Ik denk dat we gelijk beter 2 muntjes kunnen pakken. Yes? Oké. Let's go.
Wat is er met jou aan de hand, vriend? Ben jij zo ziek, jongen? Wat moet ik doen? Ik moet er in ieder geval voor zorgen dat ik niet dood ga. Oh, hij gaat iets doen. Oh, wat ga je... Oké. Oh, ik moet zijn tanden schoon zwuiten. Nice. Maak zijn tanden schoon, Mario. Lekker bezig. Zijn tweede tand is ook bijna schoon. Oké. Pauze. Even wat muntjes pakken. Want met muntjes krijgen we weer lucht. 1, 2, 3. Top. En terug naar die oude gek. Hallo. Hoe staat het met je tanden, vriend? Oh, ik weet niet of ik nou echt hierboven moet chillen. Want hij doet wel moeilijk nu, man. Oké, die tand is schoon. Kom op. Tweede tand pakken. Al die tandplak eraf, jongen. Ja, nice. De tweede tand is ook schoon. Toppie. Vloog zijn tand er nou uit? Serieus? Oké, ik heb nog 3 muntjes gepakt hier zo. Dan gaan we nu weer hier naar die aal toe. Oké, de timing zit tot nu toe wel aardig. Oké, kom maar niet te hoog. Chill. Goed zo. Oh, ik ben nu echt in zijn bakkes, jongens. Oké, deze schoonmaken. Ja, die is ook schoon. Top. Ja, dit gaat prima. Gaan we daar deze? Ja, bijna. Oh, jammer. Oké, we gaan weer. Pak die tand. Ja, die tand is ook schoon. Nice. Ik denk dat ik even weg moet nu. Ik denk dat ik sowieso ook even gewoon pauze moet nemen om muntjes te pakken nu. Anders gaat het niet goed komen. Ik pak hier 1, 2, 3 muntjes. 2, 3. Pak hier gelijk nog 2 mee. Zo, hoppa. Hallo vriend, hoe is het met je? Ho. Doe eens rustig. Hij wordt helemaal lijpie. Oké. Oh, hij gaat weg. Hij gaat naar beneden. Hij wordt lijp. Hij begint weer te draaien. Ja, hij komt waarschijnlijk hier naar boven waar ik nu ben. Op deze hoogte toch, jongens? Toch? Ja, ongeveer wel. Nice. Oké, die hoektanden die zijn het lastigst. Die is bijna schoon. Ja, nice. Die hoektand is eruit. Top. Ik heb wel even een muntje nodig nu. Ik begin te piepen. We gaan even hier naar beneden even muntjes pakken. Ja. 1, 2, 3 muntjes. Daar liggen nog muntjes. Dan ga ik er ook even 3 vandaan halen. Zo, ik ga opeens super snel bij Mario. Oh, dat waren iets te veel muntjes. Nou ja, maakt niet uit. Go omhoog. Sikke boss battle wel hoor, dit. Oké, weer een hoektand. Nee, laat me met rust. Heel goed, dank je. Hoektandje. Ja, doe maar. Ja, nice. De hoektand is schoon. Oh, hebben we hem. We hebben hem. Hij is klaar. Oké, je kan weer chillen, man. Je kan weer chillen. Je tanden zijn schoon. Nice. Nou, ik denk dat dat de shine is ongeveer. Ja, lekker. Super chill. Kijk, wij zijn gewoon dierenvrienden. Hè? Aan de ene kant maken we inktvissen helemaal kapot. Maar ja, aan de andere kant, we zorgen ook voor de tanden van deze aal. En daarboven, en dan hebben we... Ja, hier hebben we die shine. Hoppakee, nummer 2 uit Noki B. En dat rijmt, holla die jee, hopsakee. Skills. Oh, thanks Piet, thanks. Dat was sarcastisch. Oh, sorry. Freaking Piet. Jongens, we gaan keihard in Noki B. Oh, we moeten surfen met Il Piantissimo. Oh, dit wordt er één. Deze wordt lastig. Maar kijk eens hoe mooi de zee nu is. Oh, dit ziet er prachtig uit. Daar doen we het voor, jongens. GroenLinks dingen. Ik ben niet per se GroenLinks, hoor. Ik ga het niet hebben over mijn politieke voorkeur. We gaan het hebben over... Il Piantissimo! Oh, waar gaan we nou naartoe dan? Oh, we gaan daar naartoe. Oh, we gaan naar beneden. Oh, oké. Dus we gaan... Oh, snap. Oké, jij loopt nu voor... Jij loopt nu voor, vriend. Dat is geen probleem, want ik ga gewoon zo. Ja, ik weet niet hoe jij gaat, vriend. Maar ik ga gewoon zo, hè. Ik ga niet eroverheen. Ik ga gewoon onderlangs. Dus ik weet niet waar jij bent. Maar ik ben al hier. Il Piantissimo. Kijk, ik ben er al, of zo. Ik dacht dat deze moeilijk zou worden, omdat we helemaal bovenlangs zouden moeten gaan en over platformen zouden moeten springen. Maar Il Piantissimo, die komt er hier pas aan. Hallo. Hoe is het met jou? Dit was de makkelijkste Il Piantissimo race ever. Dankjewel voor je shine. Hoppakee. Nou, helemaal geweldig. Nice. Ik zei toch dat we lekker gingen in Noki B? Oh, nee. Oké. We hadden net een heel makkelijk leveltje. Dit level vertrouw ik niet. Laten we eens even kijken überhaupt hoe we daar moeten komen. Ik denk gewoon wel hier naar boven. We moeten waarschijnlijk deze dingen volgen. Ja, hoppakee. En dan lekker zo eroverheen. Ja, toppie. Oké. Klim maar. Ja. Oké, dit valt tot nu toe wel mee. Ja, en dan zo.
top. En dan zijn we nu hierboven. Moet ik alleen nu daar naartoe? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij daar naartoe moeten. Go, 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 go. Yes. Jumpy. Hoppa. Hier naar boven. Hier zo naar boven. Dan hierop. Ik denk dat ik er nu boven zit. Ja? Moet ik me omdraaien? Moeten we hier naartoe? Ik denk het wel. Ik denk dat ik hier naartoe moet. En dan kan ik, als het goed is, nu het randje pakken. Yes. Of toch niet? Moet ik toch daar naartoe? Ik denk het wel. Volgens mij is dit niet de kant waar ik nu moet zijn. Zou ik dit kunnen redden, deze jump? Zo, en dan... Oh, boven de touw. Ja. Oké, we gaan hier kijken, jongens. Moet ik inderdaad hier zijn? Of word ik eraf geslingerd als ik hier opsta? Oh, nee, dit gaat prima. Alleen, ja, kijk, nu krijgen we weer camera-dingen, hè. Dus dit moeten we heel rustig aandoen. Want de camera vindt dit niet leuk, hè, dat we hier zijn. Oh, maar de weg wordt breder. Ja, de weg wordt breder. Chill. Rondjes, rondjes, rondjes. Naar boven, naar boven, naar boven. Ja, oké, dan komen we hier uit. Oké, de weg wordt nu weer smaller. Kijk, ik moet inderdaad daar zijn, daar bovenop. Of moet ik... Nee, ik moet daar zijn. Wat is daar dan, jongens? Oh, wacht even. Ik moet hier naar boven? En dan moet ik van daar op dat ding daaronder springen. Ja. Go, Mario. Jump! Jump, man! Jump! Je bent toch de jump, man? Oh, 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 oh. Oké, okay, dit ging maar net goed. Dan staan we nu hier, hè? On top of the world. Spring maar, Mario! Go! Ik hoop dat dit goed gaat. Ik denk het wel. Ja. Ja, hoor. Ik vind het goed genoeg. Ik vind het goed genoeg. We zijn hier. En nu komen we in een lastig level. Dus we moeten al deze moeite doen. En dan moeten we dit level ook nog halen. Oh nee, draaiblokken, alles. Ik hoop maar dat er ergens een uppie verstopt zit aan het begin. Is dit een muur? Ja, dit is een muur. Dus ik zou zo kunnen springen, hé? Ja. Moet je al gelijk echt uitkijken dat je die niet afdondert, jongens. Oké, nu kunnen we gewoon rustig hierop springen. Ja. Rustig chillen tot deze een beetje gedraaid is. Ja, ik ga nu niet springen. Nee, ik lijk wel gek. Ik ben gek Henkie niet. Ik moet nu springen, denk ik. Spring! Woe! We kunnen hier iets mee. Kijk, 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 kijk. We kunnen hier iets mee. Ja, uppie. Nice. Wacht even. Hoe moeten we dit doen? Zo en dan zo. Ja, 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 ja. Oké, blijf staan. Nice. Oké, door, 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 door. Ja, super. Oké, dit kan. Dit is gewoon chill. Dit is gewoon chill. Dit is gewoon heel chill. Dit is gewoon rustig aan en door. Helemaal top. Oké, waar komen we nu uit? Een paal. Oké, voorzichtig, voorzichtig Mario. Klim in de paal. Heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. Oké, spring maar, denk ik. Die kant op. Heel goed, nice. Oké, we moeten naar boven. Via dit koord of zo? Spring maar op het koord. Ja. Hoe dan? Kunnen we ook... Oh, we kunnen best wel hoog hier. Oké, draai hem even om. Draai hem even om. Draai hem even om naar die kant. En dan... Huh? Oh, nee, 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 nee. Je kan daarop lopen. Oh, joh. Oké, laten we kijken of het nu wel lukt. Oh, snap. Oh. Dit was niet hoe dit moest. Oké, niet te ver doorspringen. Juist, nice. Ik denk een salto achterover en dan... Walljump zou moeten lukken. Ja, oké, cool. Hier hetzelfde of zo? Maar dan schuin? Ja, kijk, nice, 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 nice. Oké, cool. We moeten duidelijk niet die kant op. We moeten door naar het volgende stukje. Dit zou niet zo moeilijk moeten zijn, denk ik. Hoop ik. Kijk, top. Oké, rustig aan. Rustig aan, zodat we de jump kunnen maken. Nice. Oké, deze gaat al iets harder. En we moeten nu de andere kant op sturen. En dat is op zich de wat lastige kant, denk ik. Oké, go. Nice. Nice. Oh. Oh, deze levels zorgen echt voor zweethandjes, jongens. Oké, go, 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 go. Oké, nice. Dan nu. Hoe gaan we dit even lekker aanpakken? Zodat ik het goed kan zien wat ik doe. Misschien zo? Sta ik erop? Ja, ik sta erop. Oké, cool. Ik moet hier denk ik hetzelfde nog een keer doen. Hoppakee. Oké, soepel. Nice. En nog een keer. Ja, oké, lekker. Is die daar? Zou de shine daarboven zijn? Oké, ik ga geen salto maken, want dat zorgt voor wat kostbaar tijdverlies in de lucht. Oké, cool, 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 cool. Rustig, Rick. Rustig voorbij die groene. Ja, hoor. Ja, 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 ja. Ja! Oerkreet en alles. Maar we hebben hem. Nice!
Hoe ga je dit ooit doen dat je hier alle rode muntjes binnen de tijd gaat pakken in dit soort levels? Dat kan toch niet? En het laatste level die we moeten doen in Noki Bay is Hold That Shadow Mario. Oftewel, we moeten de blauwe Mario weer te pakken krijgen. En dit is next level Ulpiantissimo, denk ik. Ik denk dat deze Mario... Ja, kijk, hij gaat er al gelijk... Waar is die gelijk? Oh, hij gaat daar naartoe, joh. Ik dacht, jij gaat vast hier naar boven. Kom maar, joh. Chill. Blijf gewoon daar... Hallo? Waarom raak ik jou niet? Dit was heel gek. Dit was echt heel gek. Oh, kijk. Hij ligt daar. Hij ligt daar. Pak hem, Mario. Pak hem. Yay! En zo hebben we gewoon even 7 shines te pakken in Noki Bay, jongens. We hebben het even gedaan in deze video. Dit is shine nummer 47. Dat betekent dat we er nog maar 5 moeten, jongens. En die shines gaan we proberen te pakken in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo video's houdt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!